welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag hebben we de top 10 raarste dieren. In het begin zullen we waarschijnlijk nog denken van, oh, dit valt nog best wel mee. Maar aan het einde ben je waarschijnlijk meer van, maar oké, ja, let's go. Oké, op nummer 10 hebben we de Angora konijn. Dit dier lijkt elke dag wel een bad hair day te hebben. Want kijk maar even, hij heeft zoveel haar. Echt niet normaal. Dit konijntje moet om de zoveel tijd geschoren of geknipt worden. Anders kan het in een probleem gaan raken. Want volgens mij kan je, als je zoveel haar hebt, niet eens meer normaal lopen. Of gewoon niet lopen. En je kan vooral helemaal niks meer zien, lijkt mij. Dus dat is heel erg kut. Nummer 9. De neusaap. Toen ik dit ding zag, dacht ik meteen aan Octo. Dit is gewoon een aapversie van Octo. Ik bedoel, kijk naar dat ding op zijn gezicht. Maar oké, deze apen hebben dus blijkbaar zo'n neus vanwege seksuele selectie. Want blijkbaar, hoe groter de neus, hoe grager vrouwtjes je willen. Was dat maar ook zo voor ons mensen? Maar ja, het is maar wat je mooi vindt. Op nummer 8 hebben we nogal een magisch wezen. De narwal. Een walvis met een gigantische slagtand. Dit ding wordt ook wel de zee-eenhoorn genoemd. Want ja, dat ding lijkt nou eenmaal op de hoorn van de eenhoorn. Maar in tegenstelling tot de eenhoorn bestaat dit dier echt. Excuses hier voor de eenhoornliefhebbers. Maar ja, dit dier bestaat echt en kan wel 3 meter groot worden. Helaas hebben onderzoekers wel gevonden dat deze slagtanden niet worden gebruikt om epische zwaardgevechten te houden met andere narwals. Ja, dat is jammer, maar het blijft nog steeds een cool dier. Op nummer 7 hebben we nog een keer een harig beest. Misschien niet zo harig als de Angora konijn, maar alsnog erg harig. De Yeti krab. Als we de verschrikkelijke sneeuwman niet op het land kunnen vinden, dan maar in het water. Maar zijn armen zijn gewoon groter dan zijn lichaam is en een stuk behaarder. Oh ja, en het lijkt op een Yeti. Maar dat leek mij al wel vrij logisch. Oké, op nummer 6 hebben we een vis. De roodlippige vleermuisvis. Deze vis heeft, zoals je misschien al hebt gezien, rode lippen. Maar ja, het rare van deze vis is dat het niet echt goed kan zwemmen. Ja, ik weet het, what the fuck. Maar hij gebruikt dus zijn soort van vinnen om op de zeebodem te lopen. Ja, een vis die niet zwemt, maar loopt. Voor de eenzame mannen, koop lekker zo'n vis en ga met hem zoenen. Oké, nummer 5. Op nummer 5 hebben we een zeevarken. Hoe ziet zo'n ding eruit? Nou, zo. Dit ding ziet er zo smerig uit. Het spijt me, maar ik kan eerlijk gezegd niet tegen dit soort dingen. Ik krijg er gewoon zo'n gevoel van. Maar ja, het zeevarken lijkt eigenlijk totaal niet eens op het varken. Het lijkt eigenlijk meer alsof iemand de uien van een koe heeft afgehakt en er oog op heeft geplakt. Zo fucking raar ziet dat ding eruit. Ze zijn ongeveer 10 centimeter lang en leven in oceanen over de hele wereld. Als je ze ziet in de zee, dan zijn ze meestal met heel veel. Wel met honderden tegelijk. Bleh. Nummer 4. De Dombo-octopus. Nou, ik denk dat je al kan raden waarom dit ding de Dombo-octopus genoemd wordt. Hij lijkt namelijk verschrikkelijk veel op het bekende olifantje uit de Disney-films. En ja, dat komt natuurlijk door zijn flaporen. Je hebt allemaal verschillende soorten die wel echt anders zijn. Ik weet niet waarom, maar toen ik deze oranje zag, dacht ik aan het Pokémon. Nummer 3. De Japanse spinkrab. Deze krab heeft zulke lange poten. En oh mijn god, ik ben er zo bang voor. Ik ben namelijk sowieso al bang voor spinnen. Ik haat die kleine dingetjes. En dit ding lijkt op een spin, heeft ook nog eens een hartpanzer en is fucking groot. Ja, dit ding zou ik niet in het echt willen tegenkomen. Gelukkig leeft deze spin op een diepte van 200 tot 300 meter in de buurt van Japan. Dus ik zal hem waarschijnlijk niet gauw tegenkomen. Maar ze zijn dus ook blijkbaar niet agressief tegen mensen. Dat zegt ze ook over spinnen, maar toch ben ik bang voor ze. Nummer 2. Op nummer 2 hebben we de reuze pissebed. Ik ben trouwens niet alleen bang voor spinnen, maar gewoon voor insecten in het algemeen. En dit ding is zo reusachtig, maar dan zo groot. Als ik dit ding ineens in mijn kamer zou zien, ik zou keihard gillen en keihard wegrennen. Ik ren naar buiten, zet mijn kamer in de fik en doei. Oh, ik zweer, als ik dit ding in het echt zou zien, ik zou helemaal doordraaien. Het ziet er zo uit. Maar oké, we zijn nu aangekomen bij de nummer 1. Op de nummer 1 spot hebben we de enige echte blobvis. Dit ding staat ook wel bekend als het lelijkste dier ter wereld. En het is zo lelijk. Hij is niet alleen lelijk, maar ook nog eens lui. Hij zwemt namelijk niet, maar hij zweeft gewoon een beetje over de bodem van de zee. Terwijl hij alles wat levend is opslokt. Als ik dit ding in het echt zou zien, zou ik ook waarschijnlijk, ja, gek worden. Maar ik zou niet helemaal gek worden zoals bij de pissebed. Want de pissebed gaat waarschijnlijk heel erg veel rondbewegen. Maar dit ding blijft waarschijnlijk gewoon liggen in een hoekje. Maar oké, ja jongens, dat was het dan alweer voor deze video. Vonden jullie deze video nou leuk? Laat even een like achter. Like ook even voor mijn goede vriend de Blobvis. Abonneer als jullie dat nog niet zijn. En dan zie ik jullie later. Asian out. Oké, serieus, what the fuck? Ze willen, ze gaan social media verbieden voor iedereen die jonger is dan 16 jaar. Nou oké, niet per se verbieden, maar je mag er alleen op...